sporten vanaf je balkon. Je moet iets in coronatijd. Woensdagochtend stonden de bewoners van een appartementencomplex in Hatert weer op het balkon voor hun sportmoment. Deze sportochtend was extra bijzonder, want de bewoners hadden een speciale gast in hun midden. Daar gaan we. We beginnen met een simpele looppas. Gewoon op de plek. Nou, ik vind het hartstikke mooi wat hier gedaan wordt door fysiotherapeuten uit Hatert, waarmee ze iets moois aanbieden om vooral ouderen om toch wat te bewegen. En ik vind het ook vooral goed eraan, het breekt ook voor de mensen die hier wonen net even de dag. Hè. De weken worden natuurlijk steeds langer. Mensen blijven uit zichzelf hier ook binnen, bang voor hun gezondheid. En het is natuurlijk fijn dat die dag even gebroken wordt. Even lekker de beentjes strekken en ook wat afwisseling. En je ziet elkaar op het balkon, ook dat vind ik leuk. Wij zijn Han Fysiotherapie Nijmegen in combinatie met de fysiotherapie hier in Hatert en de buursportcoaches. En wij doen het om in deze tijden toch de ouderen in beweging te houden en lekker met z'n allen in actief bezig te zijn. Op deze locatie doen wij het 2 keer per week. Er zijn nog meerdere locaties met andere groepjes, maar in ieder geval proberen we het 2 keer per week te doen. We gaan kijken of we dit na corona verder kunnen doen, of er nog behoefte aan is en of het te regelen is. Maar het is in ieder geval heel leuk om te doen, maar dat zien we dan wel. Deze leeftijdsgroep is de beweegnorm ongeveer 150 minuten matig intensief bewegen per week. Het liefste te verdelen in een half uurtje per dag. En daarvan hebben wij dus nu een kwartiertje al met ze gedaan. Dus dan moeten ze zelf nog een kwartiertje bezig zijn. En dat moet toch te doen zijn. Maar in ieder geval zijn we tot een half uur tot een uurtje in de week wel bezig met ze. Ik vind het heel leuk om te doen. Het is erg mooi om te zien hoe actief dat ze toch wel bezig zijn. En hoeveel mensen dat er toch op de balkonnen staan om mee te doen met ons. Lijkt me ook heel leuk om gewoon op een muziekje en weer een keer wat andere mensen te zien. En gewoon lekker in beweging te zijn. Want dat is toch belangrijk deze tijd. Dat we vooral dat blijven doen met elkaar. Nou, ik heb af en toe meegedaan, maar zoals ik ben, ik ga dan toch weer rondlopen en proberen van onderen met de mensen op het balkon ook te praten. Het is ook een mooi moment om even wat met mensen uit Nijmegen, die nu helaas noodgedwongen wat thuis blijven, om toch even te zien. Ik sta op de grond, zij op het balkon, maar je kunt elkaar toch verstaan.